Ik ben hier gekomen door een collega van mij. We zitten in een groepje gents en daar moet hard aan gewerkt worden, aan de kilo's. Toen zei hij tegen mij van, lijkt het niet iets om straight away te gaan doen? Ik zeg van, nou, wat is dat? Hij zegt, nou, dan moet je bepaalde zakjes gebruiken, bepaalde maaltijden, zoveel keer per dag eten en dan val je kilo's af. En waarom heb je ervoor gekozen om professionele hulp in te schakelen? Omdat ik zelf, als ik zelf gewoon de sportschool in ga en niet aan mijn eten denkt en veel onderweg ben, vind ik wel dat je iemand nodig hebt die je een stok achter de deur zet van kom op, je kan het en zo gaan we het doen. En iemand die streng voor me is. De toppers is in mei. Je wilt toch een beetje netjes eruit zien en ik heb gedacht, nu trek ik gewoon echt de stoute schoenen aan. Ik heb iemand nodig en ik kan wel aan de sportschool gaan, maar dat gaat gewoon niet werken. Dus ik ga sporten en iemand die heel streng is voor me. De andere twee jongens die hebben al wat kilootjes kwijtgeraakt en nou is het mijn beurt. En we zitten nu in het nieuwe jaar, dus dat geeft me eigenlijk wel een beetje balans om te zeggen van nou, nieuwe jaar, kom op, we gaan ervoor. Dan ook nog eens de toppers waar we mogen staan, dus ja, kan niet beter. Wat voor afvaltechnieken gebruiken jullie? In onze praktijk gebruiken wij verschillende technieken. Enerzijds kunnen wij mensen begeleiden gewoon puur op basis van het voedingsadvies. Maar wij begeleiden ook mensen met streedewee. Dat is een wat specifieke methodiek, is met maaltijdvervangers. Er zitten weinig calorieën en weinig koolhydraten in. En juist die combinatie is de sleutel tot het succes. Vaak zie je inderdaad dat er dan dubbel zo hard weer bij opkomt. Ja. Maar jullie geven dan nog begeleiding daarna. Ja, dat doen we dan in de vorm van nakontrole. En het heeft niks meer met producten te maken, maar dat we mensen echt begeleiden in ja, toch het aanpassen van hun voedingspatroon. Op een dusdanige manier die bij hun levensstijl past. Is er dan voor iedereen een apart dieet? Dat kan. Het is echt wat ik zeg, maatwerk, hè. Dus we hebben op zich wel bepaalde protocollen, maar daar bouwen we ja, persoonlijke dingen omheen, wat mensen echt willen. Ja, klopt.